Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Het is al 10 uur 49. Ja, mijn schatje zit toch bij mij. Hallo. Ja. Oké dan. Tjoef, ze is erbij. En nu zijn we eerst weer even naar Altecorner aan het gaan voor Santus Go gaan uit te halen. Als dat er nog is. Mooi. Er is al veel volk bij Van Grootboom. Dat vind ik dus altijd zo erg dan. Hè. En dan zit daar niemand niet bij Altecorner. Weet je dat? Ja. Van hoe laat tot hoe laat? Kijk eens. Zeven. Van 8 tot 12. Van 8 tot 12. Dan mag je me hier niet parkeren. Dan ga ik weer terugdraaien. Daar was nog wel parkeerplaats. Ja, oké. Okay. Ah ja, maar daar zitten. Voilà, daar heb ik daar zo zitten. Hier uit op die witte. Die witte heeft wel twee parkeerplaatsen in. Dat iets te berg is. Maar een beetje lopen. Ik weet het, kan ik geen kwaad. En ik ben er maar, we zien een wandelaar. Ja. Allee, hup. Gaan we zich daar zo zetten. Voilà. Tot zo. Tot zo. Dus ik ga nu even naar Altecorner toe, want daar heb je sandwiches uit te halen. En dan heb ik zelfs nog een lekkere ontbijt. Eigenlijk is dat middagmaal. We hebben goed door kunnen slapen vandaag. Soms hebben we dat wel nodig. En schat. Ja. Oké. Okay. Voilà. En dan kijk ik hier ruimte doen. Dus ik ben nu even naar Altecorner toe. Oh! Mijn mondmasker. Thank you! Mijn mondmasker niet vergeten. Ik hoop dat dat rap achter de rug is, man. Want ik vergeet dat echt heel vaak. Die mondmasker. En je gaat weer al een trouw door. Hallo mensen, ik ben ook nog even gaan winkelen in de Carrefour Market hier in Alken. Het is hier ook echt ontzettend druk, moet ik wel eerlijk toegeven. Is het niet, schat? Ja, dat had ik u ook gezegd, hè, voordat je de winkel in ging. Maar aan de kassa's was het weer al minder druk. Het was echt pal in de winkel zelf. Ah. Oei, oei. Ga je weer al wat foto's maken? Van de mensen. Wie? Die, hè? Ah. Als ze te snel rijden. Anonieme flitser. Waar een kindje erbij? Dan is geen anonieme flitser. Dat mag niet. Met een kindje erbij. Dat is als daar Pokémon te spelen. Als er een kindje bij is. Je hebt nu toch ook alles? Ja. Ja. Oké. Okay. Sorry, ik ben nog niet wakker. Ik ook nog niet. Ik moet ook nog wakker worden. Ik heb chocomelk mee. Ik heb... wat wilt jij drinken? Koffie zeker? Ja. Oh, dan moet ik wel koffie zetten. Nee, kaffee. Ik heb toch cappuccino. Ah, oké. Okay. Dacht ik. Moet ik eens kijken. Ja. Waar moet ik dat ook nog eens in de kris meenemen? Cappuccino. Cappuccino, ja. Oh, we hebben weer al redelijk lang geslopen, hè, schat? Ja. Rond mijn jaar dan onder duw. Ja, maar wat staat er vandaag? En normaal kan ik dat niet als ik bij u ben uitslapen. En nu heb je het wel eens gedaan. Ja. En ik ben jong. Allee, mensen, we zien jullie allemaal zelfs terug. Want er staat nog iets heel leuks op de planning deze avond. Tot straks, joe.
Oké. Okay. Ja, ik moet even... I love you too. Ik moet ook haar computer aanzetten. Ja, ik ga de vlog nu in elkaar steken. Dan is hem nog op tijd nog online. Maar, er is wel een maar. Uw water is ook klaar. Dank u. Er is wel een maar. Ik moet wel mijn kabel hebben. Voor het te kunnen erop te zetten. Tadam. En dan ga ik aan de computer eten. In plaats van aan tafel. Het mag van mijn schatje. Hè, schatje? Ja. Voilà. Yes. We gaan de computer eten. Woehoe. Dan moet ik ook nog haar beeldscherm nog aanzetten. De code ingeven. Piep, 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 piep. De code wil ik zelf wel doen, schatje. Ja, de code wil ze zelf doen. Oké. Okay. Graag gedaan. Dan ga ik dus nu de vlog in elkaar steken. Ja mensen, het is een klein beetje anders uitgedraaid dan verwacht. We kwamen daar iets te laat aan. Want ik heb ook nog opnames opstaan straks in Nieuw Sint-Truiden. En daar wil ik ook wel op tijd aanwezig zijn. Als we nu nog een wandelroute gaan doen van 6 kilometer, dan halen we het niet op tijd op die locatie. Bij deze zijn jullie op de hoogte. We zijn nu terug richting thuis aan het rijden. Maar wel niet langs de autostraden, maar wel langs de binnenwegen. Dat we toch nog een mooie uitzicht hebben. Hey, ik ga jullie mee na te genieten. Ik zal het zo zeggen. Ik ga eigenlijk even stoppen. En dan kan ik die camera gebruiken voor te filmen. En die als GPS. Dan gaan we dat zoiets doen. Hier zo. Maar je eigen kan staan. Mensen. Ja, hier kan ik even staan. Dan sta ik wat klippetjes eens. Voilà. Dus ik ga jullie laten genieten. Dus veel plezier.
Come and fly away with me. Come and fly away. Timeslap vanuit de Ardennen, de Vlaamse Ardennen, tot bij mijn thuis ongeveer. Dat was een uur rit. Een uur, hè mensen. Heb ik dus wat grond gereden en dan, ja. Komen we daarna pas weer achter dat wij eigenlijk een afspraak hadden om te gaan filmen. Ja, dat ja, wel. Ja, jij vooral, hè. Want... Ja, om 6 uur heb ik een afspraak in Nieuw-Sint-Truiden om gaan te filmen. Of anders kon ik er ook niet op tijd geraken. En nu... Met dat rijden even, kijk wel even rusten, hè, schat. Ja. Want ik heb het al verdiend, want dat is vermoeiend hoor, rijden. Je kan het veel bekijken. Mensen, dat is waar hoor. Alle chauffeurs die geven mij nu gelijk. Ik hoor het. Allee, tot straks allemaal. Joe. De Christmas Farm Tree is op de hoogte gesteld dat we vandaag niet gaan afkomen. Maar niet getreurd, we gaan er morgen naartoe. Jullie krijgen jullie beelden ook, dus ga ook gerust op hun Facebookpagina of op hun Instagram, Christmas Tree Farm. Die verkopen echt heel mooie, wat voor dennen, want ik had het er juist gezien. Even naar boven scrollen. Nordman. Nordman kerstbomen. Als jullie dat kennen... Ja, leuk. Ik heb ook al ondertussen tijd de bestanden van mijn gsm al afgehaald. Voor straks nog verder te kunnen filmen tijdens de livestream. En dan gaan we nu even wat rusten. Want ze is ook wat ziekjes. Jullie zien het. Ze is echt niet 100%. Hè, schat? Nee. Wat voelt je? Pijn op mijn buik. Ik weet niet wat het is. Ze denkt, de vrouwelijke maand, zal ik zo zeggen. Maar nu ben ik zelfs duizelig, dus dat kan al niet, want dat heb ik nooit gehad bij mijn maand. Ah ja, dat is waar. Dus we gaan nu gaan we even, ik ga bij haar zijn, dus even rusten. Ja, en dan, dat doe je ook niet goed, weet je, ook heel tegen te kijken. Ja, ik voel me ook niet 100%. Ik voel me zo wat down-achtig. En ik ga je één ding zeggen, je ziet dus ook eens wat het weer is geworden. Het is ook niet meer het geweldigste weer van het weer van het weer. Maar... Ik heb het zelfs... Nee, ik heb hem morgen dus. En proficiat aan Brigitte, die ook nu vakbond verantwoordelijke is geworden van Bewel Sint-Truiden. Proficiat, want ik kreeg het net door. Bij deze. Allee, ik zie jullie straks allemaal weer al terug. Als ik op stop kan drukken, als die 20 Jesus stopt met spammen. Yo! Zo, wij zijn hier lekker aan het eten. Ik heb een lekkere Volvo met kroketjes klaargemaakt.
En met een lekkere volvalkoek. Dus, en het smaakt heerlijk. En ik was met een gsm kwijt. En nu ga ik nog verder eten en ik heb de tafel ook mooi gedekt met een mooie kaarsje. Hè? Toppie. Zo, ik heb gedaan met eten. Ik ga nu integraal even naar Limonen toe. Om mijn schatje te verrassen met een lekkere praline-eisje. Ze ligt nu nog even te rusten. Ik slaap mijn computer al aan voor zelfs de livestream. Maar dat gaat nu subiet opnieuw in een livestream zijn. Van mijn auto. Ik kan wel niet altijd alles beantwoorden dan om in een livestream als ik dan weg ben. Maar jullie moeten ook wel blij zijn dat er een livestream is. Dus als ik ooit weg weet van, ah ja, van punt A naar punt B, dat is geen enkel probleem. Dan voordat ik iets zag. Dan kan ik wel filmen, als ik die route uit mijn hoofd ken. Dan ben ik op dus. Ja, het hangt niet voor een raam, dat is goed. Ik heb het opgelost. Ik heb eens verlichtingsjes. Kijk, die gaan nu uit en nu aan terug. Jee. Dus ik ga nu even livestreamen, dus tot straks zo, allemaal. De dag zit erop. Ik heb geprobeerd weer al Scribble U te spelen, maar... voor de 14e keer mislukt met de opnames. Ik ga daar echt geen tijd meer in steken. Maar er gaat binnenkort gaat er op mijn website www.zakkerdv.be een lidmaatschappij komen. Voor €5 per half jaar, dus per 6 maanden. Oftewel €10 voor een gans jaar. Kunt je dan lid worden van Psycho TV. Wat krijg je dan allemaal? Ah wel, dan krijg je sowieso op elke spelletje dat we dan gaan spelen voorrang. Je krijgt dan voorrang op de superchat. Niet op YouTube, maar wel op... ja, mijn broekzak af. Voilà, daar dan weer lachen. Dan krijg je... ja, merci dat je mij zo echt uit de concentratie haalt. Dank u. Nee, dus je krijgt dan ook superchat op Discord. Dus daar krijgen jullie dan als eerste gelijk de Scribble U link, de Among Us link voor ook eens aan mee te doen en al. Elke €5 of elke euro die je dan ook gedoneerd wordt of voor de lidmaatschappij wordt betaald, die wordt integraal in een PC gestoken. Dus ik ga echt elke euro wat nu binnenkomt, gaat integraal naar een andere rekening toe. En daar spaar ik op totdat ik een nieuwe PC kan kopen. Dan een nieuwe webcam. En daarna een nieuwe vlogcamera. Daarna nog een drone. Wil ik ook daar nog mee kopen voor mooie flight beelden te hebben. Dan een 4K. camera of misschien dan wel in die tijd een 8K camera dan enzovoort enzovoort en dat ik ook mijn stock ook kan aanvullen van bijvoorbeeld voor mijn webshop dat jullie ook betere kopen t-shirts en dan kunt bestellen bij mij. Maar nu ga ik jullie laten, ik ga nu richting Dromeland toe. Ja, het is nog redelijk vroeg, maar ik voel me ook niet echt 100%. Als je niet je 100% voelt, dan moet je rusten. Dankjewel, schat. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een livestream is. Oftewel, een nieuwe vlog is online gekomen. Tot morgen. You. You. Yeah.